zijn toch altijd automobilisten die het wagen om eventueel te kijken of ze toch door kunnen rijden, maar de verkeersregelaar geeft aan dat dat niet mogelijk is, ondanks dat de kilometers van tevoren borden zijn die aangeven dat doorgang onmogelijk is. Lijnbussen die krijgen wel doorgang. Tijdens de werkzaamheden worden de nieuwe op- en afrit aangesloten op de in- en uitvoerstrook van de N48. Er wordt ook gewerkt aan de twee kruispunten en de vernieuwing van de noordelijke op- en afrit. Daarnaast wordt tijdens deze weekendafsluiting ook het asfalt vernieuwd bij het kruispunt in 377. Dat is dus de pol in Dedemsvaart. Om de verkeersveiligheid te verhogen worden verkeerslichten geplaatst. De bedoeling is dat de werkzaamheden die vrijdagavond zijn begonnen, maandagochtend om 6 uur zijn afgerond en dat het verkeer weer normaal gebruik kan maken van het afgesloten traject.